Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een reading doen voor de laatste 6 tekens in de dierenriem. De weegschaal, de schorpioen, de boogschutter, de steenbok, de waterman en de vissen. Voor de komende weken in september. Wat willen de kaarten zeggen tegen de laatste 6 tekens? En jullie zijn het van mij al gewend uit vorige readings. Bij deze readings geef ik 2 kaarten per teken plus nog een aanvullende kaart. En het gaat erom dat het korte boodschappen zijn. Nou, daar gaan we, weegschaal. Kijk of het resoneert met je. Zo niet, dan resoneert het misschien gewoon helemaal niet. Of misschien op een later tijdstip. Leuk als je je abonneert, is gratis. En als je de like-button indrukt, ook hartstikke leuk. Oeh, er komen er al 2 tegen mijn principes in, maar ze vallen zo samen dat het gewoon moet. De zomer. Heb jij een bijzondere zomer gehad? Is er iets gebeurd waardoor het een gevoel geeft bij je dat je dit nooit meer wil vergeten? En de engelen zijn bij je. Heel bijzonder, ik kan er heel kort over zijn. Je wordt beschermd. Heb je misschien iets achtergelaten deze zomer? Is er een relatie uitgegaan of heb je iemand leren kennen? Nou, je wordt in ieder geval beschermd, maar je bent wel met iets heftigs bezig. Iets emotioneels, dat is wat ik een beetje proef. Schorpioen. Wat is er voor de schorpioen? Deze, die ziet er zo uit. Oh, schorpioen. Zit je in een relatie of in een fling of in een prille liefde waar alleen maar lust is? En ben jij degene die alleen maar lust voelt? Of is het die ander die helaas alleen maar lust voelt? Hoeft helemaal niet helaas te zijn, hè? Want als het wederzijds is, is het prima natuurlijk. Even kijken. Ach, kijk nou toch. Ja, ik voel meteen enorme teleurstelling. Kan het zijn dat je iemand ontmoet hebt die waar je zo voor smelt, omdat het zo ongelooflijk iemand is waar je door de looks helemaal, nou, je kon je wegdragen zo ongeveer. Of het is iemand die zo naar jou kijkt, hè? Het is altijd vice versa. Ik zeg het nog een keer. Het kan over mannen gaan, over vrouwen gaan. Het kan in de relaties man-man, vrouw-vrouw, vrouw-man, man-vrouw. Kijk wat voor jou resoneert. Maar ik heb heel erg het gevoel dat er een van de partijen teleurgesteld is. Omdat blijkt dat diegene die zo ongelooflijk fysiek aantrekkelijk is voor de ander, dat die eigenlijk lelijk is van binnen. En ook lelijk tussen aanhalingstekens, hè? Want het blijkt alleen maar lust te zijn. Hè, schorpioen, sorry. Boogschutter, wat hebben we voor jou? Wat is er voor de boogschutter? Deze die komt al 2 keer eruit wippen. Oh, boogschutter. Er komt ergens een einde aan. Heb je dat zelf geïnitieerd? Of doet iemand anders dat? Oh, er is hele pittige concurrentie. Er komt een einde aan een, ik heb het gevoel, een samenwerking of een affaire waarbij een derde persoon betrokken is geworden. En die concurrentie is veel te pittig. Er komt een einde aan, boogschutter. Hallo steenbok, wat hebben de kaarten voor jou te zeggen de komende weken van september? Welke boodschap mag jij horen? Deze. Oh, kijk eens. Een nieuwe seksuele partner. Misschien heb je diegene al ontmoet. Of gaat het nog gebeuren? Ben benieuwd. En er komt hulp. Er komt onverwachte hulp. Ik weet niet of je hulp nodig hebt van iemand. Kan ook zijn dat er in een situatie waarin jij op dit moment zit, dat daar onverwachte hulp om de hoek komt kijken. En dat dat misschien wel eens iemand is die een nieuwe seksuele partner voor jou is. Ja, soms kun je mensen op je pad kruisen in een andere omstandigheid. Nou, wie weet. De waterman. Wat hebben we voor de waterman? Deze moet eruit. Oh, waterman.
Ja, dit is echt een no-go. Dit is een no-go. Of dit is een X. Dit kruis kan voor heel veel dingen staan die niet fijn zijn. Dus eigenlijk negatief. Het kan een X zijn. Verboden in te rijden. Niet naartoe gaan. Niet op ingaan. Het is in ieder geval een no-go. En deze moet eruit. Oh, een oudere man. Of iemand die in ieder geval... Ja, het kan in kalenderleeftijd. Het kan... hoe zeg je dat? De kalenderleeftijd en in wijsheid. Het kan, hè, dus dat maakt op zich niet zoveel uit. Misschien ben jij wel ouder of jonger. Ben je een jongere man, dan is hè, dat er een mentor is ergens. Maar er is in ieder geval iemand in jouw leven, waarschijnlijk een ex. Of iemand die jou gaat verlaten. Of iemand, of andersom, hè, het is altijd vice versa. Maar het heeft te maken met een ouder persoon in je leven. En het is echt gewoon... ik wou bijna zeggen een verboden gebied. Vissen. Wat hebben we voor de vissen? Wat is er voor de vissen? Oh, deze klapt om. Herfst. Ja, vissen, de herfst komt eraan. Ja, is dat een belangrijk seizoen voor je? Waarin je iets nieuws gaat beginnen? Of waarbij je... dat er een einde komt aan een relatie... Of misschien begin je met een nieuwe baan. Wat hoort daarbij? Wat is deze? Oh, kijk eens. Het is een blanco kaart. Ik heb het gevoel dat er een einde komt aan iets waar je heel erg druk mee bent geweest. Waar je ontzettend voor hebt ingespannen. Wat je ook hoofdpijn heeft bezorgd. Ik hoor ook steeds het woord hoofdbrekens. En dat nu eindelijk gaat worden afgewikkeld, waardoor je een vrije, met een schone lei kan beginnen. Ik zie het ook als een vrijheidskaart. Er kan van alles weer open gaan. Er is weer van alles mogelijk. Maar dat kon niet. Dat kon daarvoor niet. En de herfst zorgt ervoor dat er daarna weer ruimte komt. Oké. Tekens. Ik ga de Osho-kaart trekken. We gaan eerst naar de weegschaal. De weegschaal die heeft iets in de zomer afgewikkeld. Of je bent aangegaan. Je wordt in ieder geval beschermd. Dus het was wel nodig dat je steun kreeg, weegschaal. Of krijgt, hè, kan ik ook nog zeggen. Het is nog een klein beetje zomer. Slowing down. Aha. Kan het zijn dat je, even kijken, ben je 49? Kan het zijn dat je veel te hard van stapel bent gelopen in de business of in de liefde? Of dat je veel te veel in de auto hebt gezeten, krijg ik nu door. Dat je te veel gereisd hebt voor je werk of misschien privé. Maar het is de bedoeling dat je rustiger aan gaat doen. En misschien heb je daar de zomer niet goed voor gebruikt. De komende weken misschien. Schorpioen. Ja, sorry schorpioen. Het is alleen maar lust. En ik zeg sorry en het hoeft natuurlijk helemaal niet. Want voor hetzelfde geld is die andere partij degene die dat voelt. Maar ik heb een beetje het gevoel... ik heb het gevoel dat die andere partij dat voelt. En dat het niet zozeer van jou uitkomt. Maar je hebt je vergist. Jij of die ander heeft zich vergist. Die heeft echt gedacht, dit wordt liefde. En nou blijkt toch de buitenkant en de eerste indruk anders te zijn. Deze moet eruit. De mind. Kijk nou. Ach, dit is zo'n toepasselijke kaart. Het is niet te geloven. Ben je 46? Het is echt niet te geloven. In plaats van naar iemand te kijken hoe die echt is... in zijn doen, in zijn laten, in zijn gedrag, is er te veel gefocust op het uiterlijk. Ja, en kijk nou eens. Het gezicht is lelijk gemaakt. Het is ongelooflijk. Oh, het uiterlijk. Het is ongelooflijk. Je hebt je veel te veel op het uiterlijk gefocust. Ja,
Jeetje, Mina, er valt er al eentje uit voor de boogschutter. Oh, boogschutter. Het einde van een pittige concurrentie met iemand. Ben je 58? Ja, je bent uitgeput. Je bent uitgeput van het strijden om te winnen. Ah, ik weet niet wie jij in die, als het om een relatie gaat, wie jij van de drie bent. Degene met een partner of degene, de, zeg maar het derde wiel. Maar je hebt gevochten voor de liefde en het is niet gelukt. De concurrentie was te groot. Er komt een einde aan. Steenbok, wat hebben we voor jou? Steenbok, een seksuele partner. En daar kom je mee in contact door een onverwachte hulp die ergens voor totaal iets anders komt. Dit moet hem zijn. Consciousness, bewustzijn. Ben je bewust? Ben je er bewust van dat op het moment dat die onverwachte hulp komt om jou ergens mee te helpen, dat wel eens een nieuwe seksuele partner zou kunnen worden? Nou, fantastisch. Waterman. Ja, ja, een ouder iemand. En ik denk dat het een ex is, maar in ieder geval verboden gebied. Ja, dus niet goed. Het is ongezond en het brengt je nergens. Deze kaart moet ik hebben. Participation. Ja, je wilt heel erg graag deelnemen aan om erbij te horen, om met diegene te zijn. Maar het is echt niet, het is niet slim om dat te doen. En je beseft je ook wel dat het een gevarenzone is. Maar ergens kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Maar laat het gaan. Laat het gaan. Vissen. De herfst. De herfst gaat jou vrijheid geven. En lucht. En ruimte. En haalt de ballast van je schouders. Want er is iets afgerond, afgewikkeld, vaarwel gezegd. Wat hebben we voor de vissen? Deze. Guilt. Oh, ja. Vissen. Oké. Nou, deze past helemaal bij deze kaarten. Want ik voel het al gewoon dat je helemaal gek bent geworden van een schuldgevoel. Je hebt voor jezelf gekozen. Dat is wat ik heel erg intuïtief voel. Je hebt heel lang in een situatie gezeten waarbij je, om de harmonie te bewaren, ben je in iets gebleven waar je eigenlijk niet gelukkig van werd. En daar is nu een einde aan gekomen. Dat kan werk zijn, dat kan liefde zijn. En je voelt je ontzettend schuldig dat je diegene hebt gekwetst. Terwijl je natuurlijk alleen maar daar goed aan hebt gedaan. Want als je niks zegt, kwets je iemand uiteindelijk veel harder. Dus ja, je wordt gek van, even kijken, hoe oud ben je? 77, zou zomaar kunnen. Alle leeftijden kijken naar mijn readings. Dit is een lastige, dit is trouwens kaart 8, hè? Het infinity teken. Oneindigheid, eeuwigheid. Probeer van dat schuldgevoel af te komen. Je hebt het goed gedaan, je bent eerlijk geweest. En ga alsjeblieft die lucht en die ruimte voelen. En schuld. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Nee, je hebt gewoon gezegd wat je voelde. En daarmee is er een einde aan iets gekomen. Nou, genoeg gezegd. Anders ga ik mezelf weer herhalen. Ik hoop dat jullie wat hebben aan deze boodschappen. En misschien op een ander moment. En misschien is het voor iemand uit je omgeving. Maar nou, er zitten wel wat pittigheden tussen. Ja, de boogschutter die toch is uitgeput. En oh, schorpioen. Ja, laat het ook een les zijn, hè. Laat je niet misleiden door een mooi uiterlijk. Want als de binnenkant rot is, of niet aardig, of vervelend, ja, dan kom je bedrogen uit. En dan, oh, succes!